Mijn naam is Bob en ik ben BMW Genius. En ik neem jullie graag mee in de wereld van de nieuwe BMW iX3. De zeer uitgebreide connectiviteit van de nieuwe BMW iX3 speelt een grote rol in het gebruikersgemak. Eigenlijk het ontzorgen van de berijder. Alle slimme systemen helpen de BMW iX3 ook zelf met het efficiënt benutten van de energie. Ook de nieuwe BMW iX3 is voorzien van het nieuwste besturingssysteem, Operating System 7. En daar zijn klanten eigenlijk toe in staat om zelf de softwarestand van hun BMW te updaten. Dat kan onder de instellingen van de auto. Dan gaan we naar de huidige instellingen, algemene instellingen en dan helemaal naar beneden, de ene laatste, daar vinden we uiteindelijk de Remote Software Upgrade. En op die manier downloadt hij dan de nieuwste softwarestand op de nieuwe BMW. En daarmee is dus het voordeel dat je dat zelf altijd kunt bijhouden en niet naar de dealer toe hoeft. Ook een voordeel is connected charging. Als ik naar het navigatiescherm toe kijk, dan zien we dat wij daar een zogeheten range circle hebben. Dus een grote cirkel. En dat is eigenlijk gebaseerd op mijn huidige actieradius. Zal ik nou een route selecteren die buiten die cirkel valt? Stel je voor BMW Weld. Die wil ik wel gaan bezoeken. Dat is natuurlijk fantastisch om een keertje heen te gaan. Maar dat is wel in München. Als ik mijn vinger naar het scherm toe reik, dan zul je al zien dat het scherm verandert. Dus ik moet eerst op de zoekbalk klikken. En wanneer ik er naartoe reik, dan zien we al dat het scherm verandert, want hij ziet dat ik wil gebruik maken van de touchscreen. Als ik dan intyp BMW Weld, kan ik die zomaar selecteren. Dit is wel gaaf. Dan zie ik daarbij ook allemaal informatie over dat bepaalde punt waar ik dus heen wil rijden. Dus ik zie het adres zie ik staan. Daaronder hoe lang het ongeveer gaat duren en hoeveel kilometer het is. Nou, 843 kilometer en het duurt zo'n 8 uur. Dus we zijn wel eventjes onderweg. Dus ik zeg routebegeleiding starten. Nou, dat betekent dus dat we hem niet kunnen halen op één actieradius. Nou, als we nou eventjes wachten, dan zien we zo meteen in beeld verschijnen dat de auto voor ons een aantal laadpunten heeft geselecteerd om ervoor te zorgen dat we dit wel kunnen gaan halen. Dat is onderdeel van e-route. Hij geeft aan 4 stops, want we willen natuurlijk ook laden als we op locatie zijn. Maar dit is natuurlijk super overzichtelijk. Hè? Ik weet precies wat voor route ik ga rijden. De auto die brengt mij naar de bestemming toe via e-route, compleet ontzorgend. Ik hoef niet zelf eerst op te gaan zoeken waar ik eventueel kan laden. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. De nieuwe BMW iX3 is voorzien van tal van intelligente functies om de berijder te ontzorgen. En één daarvan is de Intelligent Personal Assistant. We kunnen haar van alles vragen en ze luistert naar Hey BMW. Hallo, waarmee kan ik u helpen? Navigeer naar Rijswijk Einsteinlaan 5. Oké, ik heb Rijswijk Einsteinlaan 5 geselecteerd. Daar gaan we. Nou, zo zijn we onderweg naar BMW Nederland. En hiermee wilde ik even laten zien dat wanneer wij een navigatieadres invoeren via de Intelligent Personal Assistant, dat het nog steeds op de oude vertrouwde manier gaat. Dus de plaats, de straat en het huisnummer. Uiteraard kunnen we ook via de Intelligent Personal Assistant mensen opbellen. We noemen gewoon een naam en zeg bel die. Verschillende opties in het hele interieur selecteren. Ik kan zelfs mijn bestuurdersraam openen. Ben ik dus aangekomen en wil ik gaan laden, dan kan ik gebruik maken van de BMW Charging Card. Die krijg je bij de auto en daarmee heb je de allergrootste dekking door heel Europa. Ik scan hem aan het publieke laadpunt, zegt hij eventjes geduld, de kaart is geaccepteerd en nou gaat hij gewoon laden. Ontzettend gemakkelijk en met deze kaart kan ik publiek laden door heel Europa. Het nieuwe communicatiemiddel tussen de bestuurder en de BMW zelf is wel de My BMW app. Hierin kan ik de auto vergrendelen, ik kan hem ontgrendelen, ik kan de lampen aan laten doen en ik kan ervoor zorgen dat de auto direct gaat klimatiseren. Dat kan ik ook nog eens inplannen.
laden en klimaat. Het is namelijk van groot belang bij een elektrische auto dat ook de accu op bedrijfstemperatuur komt. Net als bij een auto met een verbrandingsmotor. En dat moeten we dan wel altijd doen wanneer die aan de stekker staat. Hieronder hebben we nog de remote geschiedenis en hieronder staat de laadgeschiedenis. Sinds ik mijn telefoon heb gekoppeld, in ieder geval de auto in de My BMW app heb gezet, heb ik slechts één keer geladen, maar anders hebben we hier dus het volledige overzicht van de hele maand. Dit is dus het nieuwe communicatiemiddel tussen de bestuurder en de BMW. En het is ontzettend gemakkelijk te bedienen. En het zal je maar een keertje gebeuren dat de auto op slot staat en je bent de sleutel kwijt. Noem maar op, we kunnen hem in ieder geval zelf altijd ontgrendelen. Zo intelligent kan elektrisch zijn. Meer weten over de nieuwe BMW iX3? Neem dan contact met ons op.